Mensen denken vaak dat psychodiagnostiek enkel verwijst naar het afnemen van testen of het stellen van diagnoses. Dat klopt niet. Psychodiagnostiek heeft te maken met het denken, het kritisch analyseren van de vraag van de cliënt om te kijken wat de cliënt echt nodig heeft. Als psychologisch consulent kom je in de praktijk in aanraking met verschillende soorten vragen. Wat maakt nu dat iemand zich depressief of eenzaam voelt? Hoe komt het dat een relatie tussen mensen niet langer werkt? Hoe kunnen we een leerling ondersteunen in verband met motivatieproblemen? Hoe kunnen we werkbare adviezen formuleren voor ouders in verband met de opvoeding van hun kinderen? Hoe ga je nu het best om met een conflict tussen twee collega's in een team? Hoe selecteer je nu de beste kandidaat voor een bepaalde job? Om een antwoord te vinden op al deze vragen is het als psychologisch consulent belangrijk om eerst een duidelijk beeld te krijgen van wat er met jouw cliënt aan de hand is. Daarom leer je tijdens de opleiding toegepaste psychologie om jouw ideeën af te toetsen aan het verhaal van jouw cliënt, aan de realiteit en aan wetenschappelijke inzichten. Je hebt verschillende methoden om dit te doen. Ik ben niet bij en dan komen de dagen dat dat precies terug naar dat is. Ja. 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 Dat moet wel iets heel zwaar zijn emotioneel, ik, toch? Voor mezelf vond ik dat vind ik even zwaar. Nu is het al iets beter. Misschien ook een beetje meer al aanvaarding of wat. Aan de hand van psychodiagnostiek verzamel je alle informatie die je nodig hebt om je cliënt de hulp aan te bieden die hij of zij echt nodig heeft. Tijdens deze opleiding leer je de diagnostische kennis en vaardigheden in te zetten bij het adviseren en het begeleiden van je cliënt om problemen aan te pakken of te voorkomen. Wil je weten hoe dat deze opleiding in zijn werk gaat? Kom dan zeker naar de infodagen van toegepaste psychologie bij Thomas Moor.